weer in de polder bezig. Wat ik altijd wel leuk vind, dat het verschil tussen een dier en een mens is er eigenlijk helemaal niet. Bij de mensen heb je hele intelligente mensen, je hebt ook hele domme mensen. Gelukkig hoor ik er een beetje middenin, maar absoluut niet naar de bovenkant, maar iets naar de benedenkant, maar daarvoor vis ik ook. Maar goed, het verhaal is dus, ik krijg een aanbeet, in eerste instantie op een streamer. Miste, zat even vast. Oké, even met rust laten, ging er met de plug overheen. Bakken, los. Verdorie. Even later, een jerkbeetje. Zelfde vis. Bom, erop, los. Ik moet even naar mijn haken gaan kijken waarschijnlijk. Maar goed, oké, los. Ik denk, nou, nog eens wat anders proberen. Nummer 4 of nummer 5. Een soort zwimbeetje met een lipje. Ik zal hem zo meteen laten zien. En verdorie, hij pakt hem weer. En nou zit hij vast. Dus je ziet het maar weer. Je kan in eerste instantie direct bij je stek weggaan. Vaak zit je dan ook wel goed. In dit geval is het een vrij domme snoep die tot 5 keer toe een ander stukje kunstaas pakt. Ik zal hem even landen. Als u wil. Geweldig mooie snoek. He? Een beetje een domme mooie snoek. Een dom blondje zou ik bijna zeggen. Oh, nou geef ik hem een glad ijs. Maar goed, je ziet het. Hij doet het wel. Voor de 5e keer. Eens even zien. Ja, daar zit hij. Gekocht en die zitten me wat strak om de kuiten. Dan kan ik mijn tangetje eigenlijk niet goed pakken. Dat is niet goed nagedacht om mezelf. Even kijken. Hij is er wel. Zo. Ja, hebben ze. Oké. Even zien. Voor hem de boosdoener. Klein zwimbeetje. Enkele dreg. Hier zie je hem. Enkele dreg. Ja, en die pakt hij. Het vijfde soortje, een soort kunstijs wat ik gebruikte. Op dezelfde snoek. Dus ja, je ziet het maar weer. Hè? Dat zei ik net al. Oké, soms moet je die stek even met rust laten. Maar deze was dom. Pakte dan weer een ander kunstaasje. Je leert er weer van. En ik ga maar eventjes verder. Hey, bedankt voor je aandacht.